Je ziet mijn hoofd niet eens op deze camera. Kun jij niet inzoomen? Jawel. Ik zoom in, maar je ziet nog steeds dat het... Ja. Ja. Wacht, laat me dit van buiten af filmen. Blijf erin. Voordat die koulers erin gaan. Hoe moet ik beginnen, Roos? Ik begin altijd hetzelfde. Dit of hallo maar. Waarom zit je in mijn klas? Omdat. Ja. Lange stilte. Oké, okay, door. Ja. Hallo. Ik ga een leuk verhaal vertellen. Oké. Okay. Ik kom dus op school. En opeens voel ik dat er een sok in mijn trui zit. Dus ik haal het er zo uit en ik heb een sok in mijn trui. Dat is mijn verhaal. Ja. Ik ben Chelsea trouwens. Hallo. Hallo mama, ik ben niet. Dat is Kelly. Oh, je ziet haar niet. Zij is mijn vlog aan het vloggen. Oh, kijk hier. Hey. Even inzoomen. Ik ben even aan het vloggen. Hey, dit is echt heel goed voor een... Kijk hier, oh leuk dit. Wat leuk. Oh wacht, even doen hè, even scherp hier doen. Dat is echt mooi. Weet ik. Oeh, stripsessie, oeh. Engels is vandaag uitgevallen, dus we moeten nu wachten tot we naar huis kunnen. Want het sneeuwt. En dat is echt kut. Hallo lama. Hallo. Wat ga je doen? Ik ga denk ik zo een broodje halen. Dat zou maar eens niet zo zijn, hè? Vreedzak. Godverdomme. Nee, maar als ik weet dat we nog naar AVD moeten, dan ga ik geen broodje halen, oké? Okay? Ga je toch wel? Ga je toch wel? Die hebben we niet eens dan. Dat zijn we al uit. Nee, dat ga je echt niet doen. Dat moet je echt niet gaan doen. Oké, jongens, het is op dit moment is het. Het is 1:30. En ik krijg nu net te horen dat alles is uitgevallen. Dus ik ben vrij. Ik had eigenlijk niet naar school hoeven te gaan. Voor niks. Halve zin is? Voor niks op gestaan. Ik wil gewoon, we hebben gewoon ijsvrij. Meestal hoor je dat in Amerika en ik had dat nooit op mijn vorige school, hè. Ik had nooit op mijn vorige school dat het van, ja, ga maar naar huis en bla bla, is gevaarlijk. Maar hier komt ook iedereen van echt andere steden. Niet iedereen, de meeste mensen komen echt gewoon buiten Amsterdam. Ja. Komen van, ja. Jij komt ook uit de Vurenschoten, hè? Ja. De Vurenschoten. Shout out naar mijn niggers in Vurenschoten. Vurenschoten. Nog eventjes wachten, Roos. Oh, ik heb echt een heel irritante hik. Roos en ik, die zijn nu bij... Sloterdijk! Nee, Roos en ik zijn dus nu bij Sloterdijk. En ik leg het even hier, hoor. En ik heb net zojuist patat gehaald. En we gaan nu naar Schiphol. En we hebben echt geen idee wat we daar gaan doen. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Nee. Ik ook niet. Het is echt, we hebben echt helemaal niks te doen. Het is echt super koud buiten. Gekke storm, code rood. Dus ja. Doe iets geks. Jezus. Hey. Dit had ik vroeger, G. Maar hoe kan dat? Ik snap niet hoe dat kan. Ik snap het nog steeds niet. Ik ben gewoon 18 jaar en ik loop naar hier. Ik ben nu aan het filmen. Kap met filmen. Oeh, we zitten in een kerstboom. Wacht, laat me dit van buiten af filmen. Blijf erin. Voordat die koulers erin gaan. Ik heb nog niet genoeg gedronken vandaag. Vanavond gaan we turn up. Turn up.
pizza. Oké, ik ben nu net 10 minuutjes thuis of zo. En het is gewoon echt code rood. Het is... Ik weet het niet. Ik zat in de bus. Ik was op Schiphol. Ik wachtte op de bus. Die man zei meteen al van als je op de 69 wacht, moet je nog een stukje verder lopen. Dus ik ging verder lopen. Toen moesten we dus wachten. En al die sneeuw kwam in mijn gezicht. Het is zoveel pijn. Ik wachtte. En uiteindelijk kon ik dus in de bus, want de bus kwam. Toen, de bus reed heel sloom, want het was echt super glad. Het was echt niet normaal glad. We hadden echt een ongeluk kunnen maken. Verder, daarna, op een gegeven moment zei die man, had die man opgeroepen met ja, ik ga geen passagiers meer naar binnen laten. Want, ik weet het niet waarom, maar hij kon dus geen passagiers meer binnen laten. Dus hij zette op dat bordje wat altijd boven een bus staat, sorry, geen dienst. Maar er zaten wel mensen in en er konden wel mensen uit. Gelukkig zat ik in die bus, want stel je voor, ik had het gewoon ijs en ijskoud en ik wachtte gewoon op de bushalte en de bus reed gewoon door. Dat zou echt heel erg zijn, maar gelukkig zat er in de bus. Gelukkig maar. Het is ijs en ijskoud in mijn kamer. Ik ga vanavond dus echt niet zo slapen bij het raam. Ik ga mijn bed weer anders zetten. Anders overleef ik het echt niet. Ik moet gewoon echt weg van het raam, want het is ijs en ijskoud. Zo redelijk schoon. Ja, tenminste schoon. Het gaat vooral om het opruimen. Ik heb mijn bed alweer hier gezet. Want als ik hem daar zou laten, zou het echt super koud zijn. Maar ik wilde jullie nog laten zien wat ik bij de H&M had gekocht. Want ik was dus even net langs de H&M geweest. Ja, deze body splash had ik dus gekocht. Maar ja, ik vind hem niet zo lekker ruiken. Dus deze gaat eigenlijk al meteen weer weg. Ik had dit echt weer nodig. Want ik was heel veel raken kwijt. En als laatste heb ik wat oorbelletjes gekocht. En deze waren in de sale. En ik ga nu even... Deze ga ik al indoen. Want deze vind ik... Voor deze heb ik het eigenlijk gedaan. Voor deze rondjes. Dus ja, deze ga ik nu eventjes indoen. En dan ga ik zo meteen alweer naar Rachel. Want we gaan zo meteen de mukbang opnemen. En als jullie benieuwd zijn naar de uiteindelijke video, dan moeten jullie even naar het kanaal van Rachel gaan. Oké, Rachel en ik hebben dus nu net Sauto en Bami klaargezet. Want we gaan... De mukbang opnemen! Je mag het link wel van de zuivel op hoor. Ik ga even mijn broek uit. Ik wil eten, doe snel. Okay. Doe die eten al snel. Nou, ik hoef je kanaal even te promoten, want hij heeft gewoon 100.000 of zo. Ik heb. Hoeveel heb ik? 65. Ja. Nou, in ieder geval, ken je natuurlijk ook een kanaal. Het link zal ik even in de beschrijving zetten. Ze hebben ook aan niet nodig. Zij doet ook aan. Eerst liep ik altijd voor met abonnezen. Maar ik ga ook eens stoppen met uploaden. Dat is me echt vermaakt. Ik ben natuurlijk super blij voor haar. Daar wil ik daar niet van. Oké, het is nu op dit moment. Wow, de wind. Het is nu op dit moment 9:30. Ik loop nu richting huis. Het is 10 minuutjes lopen of zo. En ik zit echt super vol. Echt heel erg vol. De mukbang komt waarschijnlijk morgen al online, zei ze. Dus als die online staat, zal ik wel even in een i'tje of zo zetten. Of in de beschrijving. Ja. Ik ben helemaal buiten adem. Ik zit hartstikke vol. Dus ja. Ik spreek jullie zo meteen wel als ik binnen ben. Misschien heb ik het nog. Kijk die trap daar zo. Kijk waar je eruit. Wow. Kijk me huffelen. Kijk mijn schoenen. Ik was bang. Ik was bang voor het gat. In het begin zat Michelle aan de roken. Ik ging zo ver mogelijk ging ik springen zodat ik weinig hoefde te zwemmen door het gat. Ja. Wow, ik was echt blij.
Ik heb het halve huis verbouwd hier zo. Je ziet mij bijna niet. Altijd als ik ziek ben, dan ben ik bezig met de ruzie. Wil je toch zelf? Zelf die dingen. Je ziet mijn hoofd niet eens op deze camera. Kun jij niet inzoomen? Jawel. Ik zoom in, maar je ziet nog steeds dat het... Ja, ja, maar echt ja. Oké, ik ben nu echt al een hele lange tijd thuis. En we gingen net oude video's van mij checken. Het was echt super raar en super grappig. Want ik heb dus een... Ooit heb ik een taekwondo wedstrijd gehad. En ik had zwemmen. En ik weet niet wat ik allemaal had, maar het... Het was echt super raar. Maar ik ga nu deze vlog die jullie nu aan het kijken zijn, ga ik nu editen. Het is, wow, het is al 10:55. Dat is best wel laat. Maar ik ben morgen eerst 2 uur vrij vanwege het weer. En om 4 uur gaat de school dicht. Dus ja. Misschien vallen zelfs alle lessen uit. Maar dat krijgen we nog wel te horen. Dat zien we wel op het rozen staan. En dan ja, het is wel echt een... Het komt wel heel goed uit, vind ik. Ik vind echt dat ik op heel veel reacties gewoon niet reageer. Dus ik ga op dit moment echt op zoveel mogelijk reacties reageren. Dat lijkt me wel leuk, ook gewoon voor de ander. Dus ja, dat ga ik nu doen. Want ja, jullie kijken natuurlijk mijn vlogs. Jullie zijn mijn kijkers. Ik moet jullie natuurlijk wel kunnen bedanken. Trouwens, nu ik hier toch over bedanken heb. Ik... Hoe heet het? Zaterdag 16 december komt er een hele leuke grote treinmeeting. En als jullie daar aanwezig moeten willen zijn, dan kunnen jullie meer informatie zoeken in de beschrijving. Ik zal een Instagram account in de beschrijving linken, zodat jullie meer informatie kunnen krijgen te weten over, ja, over de treinmeeting. Het wordt echt een super grote treinmeeting weer. Ik hoop dat de treinen weer mee zitten en het weer ook. Maar als jullie echt er naartoe willen gaan, dan laat ik dat ook natuurlijk ook weten op Instagram. Oké, het is weer zoals gewoonlijk, is het weer super laat. Het is alweer 10:55. Ik ben echt niet zo goed met digitaal klok kijken. Maar ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik vond het eigenlijk best wel een leuke vlog, omdat ik... Ja, ik was vrij, zeg maar. Daarna ben ik naar Schiphol gegaan. En daarna heb ik nog een, ja... Wat heb ik daarna? Ik weet het niet, maar het was best wel een leuke dag eigenlijk. En ik denk dat de vlog ook best wel leuk wordt. Ik ga de vlog editen en zo. En dan zie ik jullie hopelijk weer in de volgende vlog. Vergeet natuurlijk niet te liken en te abonneren.